Ja! Groetje! Rick heeft op de bank geslapen vannacht, dat is niet waar. Ik heb letterlijk net mijn video geëdit en Rick is net een dutje aan het doen hier op de bank. Nou, dan niet meer. Jongen, hoe laat is het? Oh, oh, oh. Hij lag hier heerlijk te chillen met de snoesjes hier op de bank en het is dus weer een nieuwe dag. Jongens en meiden, ik ben nog steeds een beetje in de war van gisteravond en ik heb er wel best wel een beetje over nagedacht over de waarzegster natuurlijk. Of tenminste, ik ben niet echt in de war, maar ik vond het alsnog heel erg interessant om te doen. Als je de vlog niet gezien hebt gisteren, moet je dat eigenlijk even kijken. Nu lijkt het net alsof ik jou op de bank laat slapen, maar je hebt vannacht gewoon heerlijk bij mijn bed geslapen. Ik heb trouwens de broek aangedaan die ik alleen hier in huis durf aan te trekken. Deze, ik ben nog geen één keer naar buiten gegaan of boodschappen wezen doen met deze broek. Ik durf het gewoon eigenlijk echt niet. Oh, hij lag zo lekker te slapen met de poesies. Hey? Zal ik met deze broek de lift in gaan of niet? Nee. Nee, hè? Nee. Ik ga wel weer een andere broek aan doen. Ja. Besef, jongens en meiden, dat de waarzegster gisteren zei dat er dus waarschijnlijk iets van energieën hier in mijn gang zijn. Dat zei ze tenminste. Aan de ene kant vind ik dat toch wel interessant ofzo om dan te horen. Er wordt volgens mij ook wel eens gezegd dat zeg maar, als je een spiegel tegenover een andere spiegel zet, dat je een soort van portaal opent naar het hiernamaals. Dat zijn dingen die ik me wel zo laten aanvertellen. Maar oké, genoeg over dat soort dingen jongens en meiden. Ik heb een andere broek aangetrokken, want die andere die kon ik echt niet aan. Wat zeg je? Ik zit even lekker op het terras gaan zitten ergens. Ja, even lekker bier drinken. Ja. Ah, ik denk dat het wel open is, man. Gezellig. Of toch niet? Ja, wat dood. Normaal zitten daar allemaal mensen, of hier. Nu niet. Ja, sad. Nu sta je hier met je blij bek koffie te drinken. Koffie. Soda. Is het bier? Oh. Er zit iets op je hoofd. Er zit echt iets op je hoofd. Nee, er zit niks op mijn hoofd. Ja, ik zie. Waarom? Ga je niet trappen? Jongens, waarom staat de deur hier open? Iemand is hier met de trap gegaan. Blijkbaar. Oh. Ik heb daar ooit een keer iemand betrapt, die wilde aanbellen bij mij thuis en toen had hij zich verstopt daar in die kamer daar. Toen kwam ik daar aan, toen was zo van hij. Hoi. Ik moet Rickie even naar huis brengen. Moet dat? Ja. Mijn auto, die tripte gisteren al de hele tijd met het infotainment systeem hier en nu heeft het dus blijkbaar nog mijn mankementen. En dat is dus, daar zijn we gisteren ook achtergekomen. De stoelverwarming doet het niet meer. Super kut. Alleen die, deze al. Die doet het wel inderdaad, maar deze doet het niet, terwijl ik hier juist altijd zit. En wat was nou nog meer kapot? Oh ja, het stuur heeft ook een soort van afwijking naar links. Dus misschien dat ik het eigenlijk allemaal even moet laten checken binnenkort. Want het is natuurlijk niet echt heel netjes. Vooral niet voor zo'n auto. Maar de stoelvorming is, vind ik eigenlijk nog het irritantst. Het stuur, als je dus zeg maar rechtdoor rijdt, trekt die zeg maar iets meer naar links. Dus de auto die gaat ook meer naar links. Ik bedoel, je moet je handen altijd aan het stuur houden natuurlijk, maar dat hoort niet. Wel thuis jongen. Thanks bro, alsjeblieft. Later. Yeah. Er hangt daar een briefje rechts op de deur. Oh, Een heel lang briefje. Er stond allemaal tekst op. Ik zou niet weten wat erop staat. Is meestal niet goed. Wow, kijk de regenboog hier eens. Zo, ik heb in tijden niet zo'n mooie regenboog gezien. Er zit er ook nog eentje links naast. Oh, echt heel mooi. Regenbogen blijven altijd toch wel apart om te zien. Je ziet ze niet vaak. Nou ja, trouwens, in Nederland zie je ze best wel vaak, vind ik. Maar ze blijven altijd apart. Zo jongens, hij wordt echt alsmaar mooier gewoon. Komt dat de zon steeds feller schijnt. Wauwie. Zo, even de auto uitgegaan en... Oh nee! Jade! Oh nee toch! Jadeje! Zo, wat heb je een goede parfum op. Wow, deze parfum komt bekend voor. Ik heb hem nog nooit opgehad. Nee, dat klopt, maar een van mijn ex-vriendinnetjes heeft deze ooit opgehad volgens mij. Wow, dit is wel een beetje raar. Welk is het dan? Ja, dat weet ik niet. Zeg de naam eens. Jimmy Choo. Ja, dat zou wel goed kunnen. Dat weet ik niet. Ik wil dit ergens laten werken. Jongens en meiden, ik heb net Jade even opgehaald bij de vader. Daar ben ik net even staan naar binnen gegaan. En wat wij nu gaan doen is naar de stad even. Want ik heb echt een nieuwe winterjas nodig. Deze jas heb ik al letterlijk een maand. Of een maand, een jaar bedoel ik. Ik wilde net zeggen zo. 1 of 2 jaar of zo. En dit is ja, totaal niet goed voor de winter natuurlijk. Ik vind hem wel heel leuk. Dankjewel. Dus dat is eerst iets wat we even moeten doen nu. En als het goed is... Even een prioriteit. Ja, als het goed is moeten we daar weer een mondkapje op. Wat ben je vergeten? Ik heb geen bankpas mee. Ik wel.
Ik heb oprecht geen MacBook meer. Ja, ik wel. Ik heb wel Apple Pay gelukkig. Rick heeft volgens mij mijn portemonnee nog. Ik heb Rick net afgezet en hij heeft mijn portemonnee meegenomen naar bij hem naar thuis. En heb je ook niet thuis. Je rijbewijs en zo? Ik heb ook geen rijbewijs meer nu. Zo, dan hoop ik niet dat ik aanstaande gehouden word. Dat zou echt heel kut zijn. Oké, stress. Ja, ik weet precies van welk experimentje dit is. Wow. Oké, we gaan dus even naar de Bijenkorf. Dit is echt heel raar. Ik ruik het niet eens aan mijn handen. Dit wekt gekke herinneringen bij mij op. Gewoon. Zal ik heb je toch? Nee, je hebt toch als je een parfum van iemand hebt, dat koppel je echt aan een persoon. Zeker of gewoon waar. Aan herinneringen van vroeger. Oh jongens, toch. Wij zijn bij de Bijenkorf. We moeten alleen wachten op Luna. Want Luna komt hier dus ook heen. Ik moet alleen ontzettend nodig plassen. Hoe erg zou het zijn als ik hier zou willen plassen midden in de parkeergarage? Erg. Ik moet ook echt nodig, hè? Ik moest niet eens. En doordat hij echt zo vaak heeft gezegd dat hij nodig moest plassen, moet ik nu ook gewoon echt heel nodig. Ik ga het niet doen hier. We hebben manieren, jongens. Zo zijn we niet opgevoed. Heb je die? Ja, zeker. Zo, mondkapje op. Het lijkt net alsof we overval gaan plegen. Wacht, kan ik even... Heb je ooit wel eens kauwgom gekauwd in je mondkapje? Dan ruikt door je mondkapje naar kauwgom. Dat ben ik nu aan het doen. Ja, dat ruikt door je mondkapje. Dat is toch lekkerder? Oh, ik vind hem niet lekker. Heb jij zakken? Ik heb wel twee zakken. Kijk, kijk, kijk. Wat heb ik die knokkel daar gemist? Nou, wat gemeen. Hij is gek, hey. Heel lekker ding. Nog een knuffel. Ja, tuurlijk. Hey. Waar is je mondkapje? Ja, die heb ik in mijn zak. Oh. Ja, Luna. Wow, check dit. Dit is gewoon heel de Bijenkorf in Amsterdam nagemaakt van Lego. Het lijkt echt net echt zo. Ja, dat is wel cool, hè? Ik zou je bijna zo naar binnen lopen nemen. De meiden hebben een jas uitgezet. Ik ga hem even aandoen. Wow. Dat was zo gesteed. De meiden hebben in de zak. Kijk, is het wat of niet? Ja, ik vind hem heel leuk. Lekker zwart. Kijk, hij is wel een beetje, als je zo doet, dan is hij wel een beetje groot. Maar ik denk dat het wel goed is, want als dit je... Is wel weer de zon. Doe hem eens dicht trouwens. Als ik het 3000 zwarte ding wat ik kan kopen. Maar je moet wel echt een winterjas in het zwart hebben, vind ik. Oh. We lopen letterlijk al een half uur in de Bijenkorf. Of een maat kleiner wel. Nee, hè? Nee, de maat is prima. Wat? Wat is dit voor jas? Wow, dit is 660 euro. Het voelt letterlijk als een vuilniszak gewoon. Ja, het voelt gewoon iets wat uit je oceaan trekt. What the fuck? Ik wil dit. Dit is 660 euro. Jongens, ik ben geslaagd. Het is alleen iets heel anders geworden dan dat ik dacht. Het is wel zwart trouwens. Hoezo, wat dacht Kijk ons allemaal in het zwart trouwens. Jij zwart, ik zwart, jij zwart. Oh oh. Maar hij zit hierin. Ik ga hem straks laten zien. Let op jongens. Uit de jastas. Zak noemen ze. Jastas. Jassenhoes, dat was het. Kijk. Hij lijkt eigenlijk super veel op die ander, alleen hij zit wat beter, denk ik. Hij is van CP Company. Ik ken dat merk dus helemaal niet. Ik ken dat merk dus eigenlijk ook niet echt. Hé, hey, ik ben klaar voor de winter, hoor. Ja, hij is echt nice. Kijk, er moet dus een logootje blijkbaar nog in. Want die worden dus blijkbaar veel gejat. Dus die hebben ze in de winkel afgehaald, maar die moet ik nu zelf opzetten. Ik zou er nog eventjes mee wachten en hem lekker even in je jas houden. Lekker even hierin, ja. Zo, maar nu ben ik echt helemaal klaar voor ja, kerst. Ja, maar hij is echt mooi. Hé, hey, ik wil het even hebben over iets met jullie. Ik zag dus laatst iets voorbij komen op internet. En wanneer mijn vriendinnen vragen wanneer ik nog steeds contact met hem heb. Waarom ik nog steeds contact met hem heb. The thing is, I know that I'm being played. Like, I know it. Yeah. But I'm not gonna do anything about it because listen to this. I'm a dumb bitch. Dus jij vindt haar, jij vindt dat ze niet meer mee om mag gaan. Oh, je voelt je aangesproken. Hij voelt zich aangesproken. Hoezo voel je je aangesproken? Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, kijk, weet je jongens, het probleem is, Gio voelt zich altijd aangesproken met mijn TikToks. En jullie vinden ook altijd dat Gio zich aangesproken voelt, want aangezien mijn hele comments vol staan met Gio. Maar dat is dus helemaal niet zo, weet je. Ik dacht, dat gaat echt. En misschien maar dus je vindt jezelf een stupid bitch dat je, omdat je nog contact hebt met mij. Hoezo? Nee, dit is gewoon... Hij weer. Op zichzelf. Maar denk je dat ze een reden zou hebben om jou een stupid bitch te vinden? Misschien nee, moet je eigenlijk, daar zo over nee, denken. Nee, dus dan waarom voel je je aangesproken? Ja, precies. Hola. Wat vind je van mijn nieuwe jas? Deze. Oh, dat klonk echt alsof het heel sarcastisch was. Nee, het is echt zo eentje wat ik wilde van jou. Ja, precies, ja. Dus daarom moest ik eigenlijk lachen. Dat ik dacht van, oh. Ja, hij is uitgekozen door Jade en door Luna. Leuk? Heel leuk, ja. Top. Kijk, wij gaan lekker aan de tartaar. Niet de hamburgers. Het lijkt op hamburgers, ik noemde het net hamburgers. En kijk,
De open haard staat alweer lekker aan. En mijn huis waar ik dus voor ben bezig kijken, daar hebben ze dus ook zo'n open haard. Dus dat is wel echt leuk. Dat heb ik nu natuurlijk helemaal niet. Ik heb nu gewoon een nep open haard thuis. Dus dat zal wel even anders gaan worden ook. Eet smakelijk. Dank je. Is de kamer van Jade een troep? 3, 2, 1 en het is... Oh, het valt best wel mee. Nou, dit valt reuze mee. Jij zegt het is echt een rotzooi. Ja, ik dacht dat het erg zou zijn. Wat wij op dit moment gaan doen. Zo, de blauwe lichten gaan aan hier. Kijk eens, is even de hele studio gecreëerd. Wij gaan namelijk een video opnemen. Wat gaan we doen? Sorry, ik weet het even niet meer. Een van mijn eerste video's, sorry, ondertussen moet ik heel veel make-up bijwerken. Een van mijn eerste video's met jou was dat we 17 vragen gingen beantwoorden of jij. Ja. Die je normaal niet zo snel... Zou stellen aan iemand. Ja. Oké, okay, dus je gaat mij nu 17 vragen stellen die je normaal gesproken niet zo snel zou stellen aan iemand. Ja. En zitten er spannende vragen tussen? Nou, weet ik niet, want dit keer zijn ze echt door de kijkers gedaan. Oh jee, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. We gaan het zien. Dus ik ga hier zitten. Ja, dan vind ik het altijd kut als ze de intro moet doen. Oké, okay, komt-ie. Nee. Jawel, doe. Nee, ik wil dat niet op jouw camera doen. Hoezo niet? Wat is dat? Weet ik niet. Dat doe het echt heel kort. Nee. Nee, niet uit. Doe het nou gewoon. Wat is... Je bent een YouTuber. Een YouTuber? Nee, dat vind ik ongemakkelijk op jouw camera. Hoezo? Weet ik niet. Oké, nou jongens, we gaan op deze camera opnemen, dus let's go. We zijn dus al een paar minuten bezig. We komen nu aan bij een volgende vraag. Oké, stel hem eens. Eeuw, ik ruik die scheet van je nu echt. Waarom is een meisje die veel met jongens omgaat, wordt die vaak een hoer of een slet genoemd? En bij jongens is het stoer. Of word je door je matties wordt zo van... Oh, ah, ja, dat is wel een goeie, ja. Ja? Ja, dat is iets van vroeger denk ik gewoon of zo. Dat, ja, ik weet het niet. Dat is inderdaad altijd super stom. Want dat jongens, bij jongens is het dan gelijk stoer als je met veel meiden iets hebt gedaan of zo. Ik bedoel, als meiden een bodycount hebben van 10, dan zou het echt zijn van... Eeuw, nee, die hoef ik echt niet. Maar als jongens dat hebben... Ja, ik weet niet waar dat zit. Ik weet niet waar maar dat zit. Maar heb jij dat ook? Nee. Nee, echt niet. Nee? Dus als jij ziet dat een meisje met veel jongens gaat... Nou, misschien indirect gaat, denk je dat dan wel of zo, ja. Want als op een jongen op een feestje met 4 verschillende meiden gaat... Dan vinden al die vrienden en zo... Iedereen vindt het dan lijp van... Yo, veel peekjes gefixt. In ieder geval, zo gaat het bij jullie altijd. Maar als ik dat zou doen... Dat is wel een goede vraag, ja. Ja. Ik weet het niet. Waar kijk je als eerste naar bij een meisje? De gezicht. Echt waar, ik zweer het. Echt de gezicht. Okay. Niet naar de rondingen of de wat dan ook. Nee? Oké. Okay. Ook niet naar bijvoorbeeld lengte of... Ja, dat is ook wel belangrijk. Ja, lengte en gezicht denk ik. Ja, lengte vind ik ook wel belangrijk. Maar als in lang, kort, kort, klein. Ja, ik hou wel gewoon van middelmatig gewoon. Of lang, zeg maar. Ik ben zelf ook lang, dus het is zeg maar wel logisch als... Oké. Okay. Dus jij valt af? Nee, ga Nou jongens, we kunnen de video stoppen, want ik wilde erachter komen of ik het perfecte meisje was, maar... Oh, 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 geboren video maken jij. Ik ben hier toch veel beter in dan vloggen. Ja, ik ben veel beter in vloggen. En jij bent veel beter in deze video's maken. Ja, dat vind ik dus zo. Nou, niet beter dan jij bedoel ik hoor, maar beter. Ja, ja. Nou, wij zijn klaar met opnemen dus. Ja, we... Ja, nou, zo. Ja, dan moet morgen lekker naar school dus. Nou, tot wat zit je nou? 2:10. Oh, van mij. Ja, toch? Nou, succes. Dankjewel. Wow, ik wil gewoon uitstappen. Doei. Doei, doei. Tot, Wow, ik wilde nog even zeggen. Iedereen, ik kreeg ook filmpjes doorgestuurd van mensen die ik kende. Toen jij een knuffel gaf, toen knipte hij en toen stap ik de auto. Maar ik moest gewoon mijn telefoon uit de gleuf pakken. Maar dat ging ook helemaal rond op TikTok. Oh, dat we zo gaan een kus zouden geven, whatever. Oh, nou oké. Okay. Dit mag je nu niet knippen. Oké, okay, ik knip niet. Jongens, in de edit, ik knip het niet. Doei. De deur dichter. Doei, doei. Later. Zo. En ik ga weer lekker naar huis. Ik moet alleen wel denk ik eerst nog even mijn portemonnee ophalen bij Rick. Als die nog wakker is. Het is 9:45 namelijk. Want zonder portemonnee kom je niet ver natuurlijk. Jade heeft ook deze jas nu voorgeschoten voor mij. Hey, jongens, ik bel je net met Rick. Letterlijk, je ziet hem daar net. En ik bel Rick net op en check what the fuck. Hij fietst precies hier zo. What the fuck, al? Ja. Goedje. Hoe dan? What the fuck? Dit is Carlo toevallig. Ik dacht echt van, hè? What the fuck, ouwe? Hey, wacht hier even dan. Hoe dan? Bro, hè? Dit is koud van. Ik bel je echt net op FaceTime. Heb je mijn locatie of zo? Nee. Dankjewel. Dit is... Wat? Ik kan het niet aan. Wat ga je doen? Ik ga naar huis toe. Oh, ah, cool. Later. Later. Van heel Rotterdam. Echt heel wat overal kan Rick zijn. En ik bel hem op FaceTime. En precies op dat moment rijdt hij echt net de kruising over waar ik ook sta.
fucking grappig. Lekker terug thuis! En ik ben echt ontzettend blij met mijn jas, jongens en meiden. Oh, ik ga trouwens waarschijnlijk, denk ik, morgen of overmorgen een tafel hier in de hoek neerzetten voor het kerstdorp. Wat er aan gaat komen. Ja jongens, ik heb echt al zoveel zin om het kerstdorp te maken. Ik weet niet waarom ik er zo hyped over ben, maar ik vind het gewoon echt ontzettend leuk. Ook al is het echt letterlijk eigenlijk nog helemaal geen tijd om in kerststemming te komen, want het is pas oktober. Maar hey, waarom ook niet? Het kan gewoon. En ik moet de vis nog eten geven, dat ben ik vergeten. Het ziet er altijd zo spacend trippend uit als het 's avonds zo dat licht ziet. Zoals je goed kan zien, overdag gaan de vissen altijd als je de eten ingooit keihard er naartoe. Maar 's avonds durven ze dat toch niet zo heel erg. Oh, ze komen nu wel een beetje los hier. Maar de rest van de vissen, die blijft toch allemaal in het steen zitten. Daarom zie je er ook heel weinig nu. Deze week, jongens en meiden, gaat een hele belangrijke en spannende week worden. Ik ga natuurlijk nu dingen horen over het huis. En hoe het allemaal verder gaat. En of het gaat lukken en wat dan ook. En dat gaan we allemaal zien natuurlijk de komende tijd. Of nou ja, hopelijk deze week. Ik zag ook een paar mensen reageren van Gio, het is toch echt zonde als je dit appartement wegdoet. Want het is zo mooi en je hebt het aquarium en dit en dat en dat. Tuurlijk, jongens en meiden, het is super zonde, maar hetgeen waar ik voor aan het kijken ben is nog 1000 keer dikker dan dit en geen stress. En nu moet ik straks eigenlijk echt maar wel even lekker mijn bed in gaan duiken. Jongens en meiden, dit was alweer de vlog van vandaag. Ik wil jullie enorm bedanken voor het kijken naar deze vlog. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog op mijn kanaal. En dan zeg ik nu, later!